Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors. Neymar op de hielen was het van Di Maria. En nu kijken naar mogelijkheden. Crivelli helemaal alleen natuurlijk. Visa is in aantocht op de linkerkant. En Visa is centraal. Trappen, goede bal. En het scheelt niet veel. Beste poging van de wedstrijd tot dusver op het kwartier is van de thuisploeg. Mbappé op de linkerkant. De voorzet komt. Geen slechte bal. Daar is Neymar. Maar ik kan niet knikken. Niet gedaan. Mbappé opnieuw. De voorzet komt niet in de lucht. Di Maria kan dat met links natuurlijk. Goeie bal. En gaat ook maar net naast. De vingertoppen nog blijkbaar van deze man, Mert Günok. Di Maria meegeven met Kurzawa. Di Maria nog maar net voorlangs. En een goede poging. Eindelijk eens een keertje van PSG. Na de combinatie daar met Kurzawa en Di Maria, die hard voorlangs trapt. En dan is er nu misschien zelfs al een mogelijkheid. Kijk je naar Mbappé. Mbappé in de 16. Mbappé kan dat voorzetten. En overgelegd daar door Sarabia is het, de invaller voor Neymar. Trapt hem over het doel van Günok. Meteen een bijzonder grote kans voor PSG. Nauwelijks een paar seconden afgetrapt in de tweede helft. En eigenlijk de grootste kans van de wedstrijd tot dusver is dan uiteindelijk toch voor PSG. Dat is knap gedaan. Di Maria. Di Maria rukt op. Nu misschien mogelijkheden. Kean, Moise Kean. Goede schijnbeweging. Nu voorzetten in de handen van Günok. En daar zat veel meer in, want ze waren met veel volk naar voren. En nu de mogelijkheid tot omschakeling voor Basakçe hier. Met 3-3 voorlopig. Kan daar nog wat van komen. Marquinhos is terug. De goede trap. En Navas op zijn kunnen getest daar. Na die vlam. Deze keer met Mbappé. Draaiend, geen slechte bal en daar de goal! Moise Kean, helemaal alleen gelaten. Knikt hem binnen, werd eigenlijk niet gestoord. Het is de aanvaller die het minst in de wedstrijd zat eigenlijk tot dusver. Maar ze zijn maar wat blij dat hij scoorde. En zo maakt hij een derde doelpunt van het weekend. Maakte hij er 2 tegen Dijon. En nu maakt hij misschien wel een heel belangrijke voor PSG. Nou, werd eigenlijk heel slecht gedekt daar. Geen afspraken achterin bij Basakçe hier. Dit is een mooie beweging. Knap gedaan. Alweer van Visa. Wie anders, bijzonder sterke wedstrijd speelt hij. Deze gaat naar de tweede lijn. Goed voorgezet. Oh, dit had binnen gemoeten eigenlijk niet gedaan. Visa nog steeds. En nu de voorzet. En daar op de borst van Crivelli. Turuc nog steeds. Turuc. Oh, goede trap van Turuc. Beste kans en grootste kans in de wedstrijd voor de Turken. Niet gedaan. Bal komt voor. De vuisten nog van Navas. En dan toch wel serieuze dreiging van Basakçe hier in de 16 van PSG. En nu kijken naar de omschakeling van de Parisiens met Kean op de rechterkant. Meegeven met Mbappé. Ruimte voor Di Maria, die moet scoren. Di Maria legt klaar voor Mbappé. Dat duurt te lang en Di Maria had zelf moeten afwerken natuurlijk. Maar was niet egoïstisch genoeg, als je het zo kan stellen. Marquinhos. Mbappé. Mbappé. Breed leggen.
Mbappé, Moiskine, jawel! Zijn tweede van de avond. En dan is het boeken dicht, vrees ik. Voor Başakşehir, dat moe gestreden is, zo lijkt het wel. Want dit gaat al te makkelijk voor PSG. Dat het hier eigenlijk afmaakt nu. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.